Ik denk als jonge jongen trek je je wat meer aan wat anderen van je denken. Ook wisselen van bijvoorbeeld school of dat je weer bij een nieuw team kwam. Dat soort momenten, dat waren wel triggers om wat meer te stotteren. Het is wel een voordeel ook op de basisschool en zo. En dat je wel dan bij het groepje hoort dat na een school altijd gaat voetballen. En dat je wel met sport toch heel snel connecties maakt ook. Dat ze je ook daardoor misschien iets meer respecteren dan als je misschien niet per se direct een talent hebt en daardoor makkelijker in een groep valt. Ik heb wel echt geleerd om er veel over te. Om zeg maar direct het ijs te breken waar ik kwam. En dat is zeker niet altijd makkelijk geweest. Dat was wel voor mijn gevoel de beste manier. Maar heb je iets gedaan nog met. Nee? Nee. Doordat ze het weten, zullen ze ook misschien wel op je wachten als het een keer langer duurt. In het verleden, als je dan jong bent en je komt ergens nieuw, dan voel je toch een beetje wat extra spanning. En misschien kan je ook dan wat sneller een mikpunt zijn. Ja, het is gewoon een hele warme club. En ja, in mijn geval, een paar jaar geleden, misschien als ik een paar keer een moment had dat je dan vastloopt, helemaal geen oordeel. Ik denk dat sowieso heel belangrijk is, maar ik denk ook dat ook normaal gesproken meer in je eigen hoofd zit dan dat het echt zo is. Want ja, ze kunnen echt wel wachten op je. Montana. Goed dat je me hebt hoor. Niet iedereen heeft hij. Ja! In het veld heb ik er geen problemen mee. Ik denk dat ook een bepaalde ademhaling zit je. En dat is hetzelfde als met zingen. Dus dan heb ik het ook niet. Nee, maar dat in het veld is het geen belemmering gelukkig. Ja. In blok. Wachten. Wait. Goed. Even blijven. Vergeleken met het verleden, met nu, ja. Maak er zelf grapjes over. Dat maakt het dat je wat beter in de groep komt te liggen. En je moet gewoon voor jezelf opkomen mocht het een keer niet makkelijk zijn in bepaalde situaties. Ik heb ook veel respect voor Geertruiden dat hij gewacht heeft. Dat hij eerst eraan gewerkt heeft voordat hij interviews ging doen. Mijn manier is om dat wel gewoon te doen. En daar heb ik ook weer veel van geleerd en daardoor is het ook uiteindelijk minder geworden. Dus het is op verschillende manieren kan je het probleem benaderen en dat wil ik ook laten zien aan degene die ermee dealen. Als je ergens mee kampt, benoem gelijk waarmee je kampt. En ga ook een keer het gesprek aan en voel ook dat het bij de ander helemaal geen probleem is. Vanuit de ander. En ik denk dat dat ook zorgt voor meer vertrouwen en het gewoon doen. En het soms je angsten overwinnen is denk ik het vooral te gaan doen.